Balo battelde dit weekend weer. Na enkele succesvolle edities van Balo stormt, besloot de organisatie om zelfstandig verder te gaan. Dat resulteerde met ruim 1000 deelnemers bij de eerste Balo Battocht. ...1021 deelnemers. We praten over een verzwikte enkel, een verzwikte knie en een sneetje. En de hindernissen die geweldig waren, een heel variaal parcours. Ja, en de weergoden waren ons goed gezind. Ja, je had de scholierenbattle, je had de battlebrigade, je had de individuele loop. En als je zag dat mensen daar, we hadden de tijdwaarneming eraf gehaald. En je ziet dat mensen gewoon echt recreëren, gewoon lol hebben, plezier hebben, lachen, maar ook vooral samenwerken. En volgens mij is dat een toverwoord. Dus dat is ja, hartstikke mooi om te zien. Maar goed dat we zijn doorgegaan met Balo Battocht, want je ziet gewoon dat het gedragen wordt, dat het gesteund wordt. En we zijn in dit geval een merk geworden. En we willen het samen doen en samen gaan we maken.